Hallo schone PC-fans. Leuk dat ik jullie weer spreek zo snel na de zomervakantie. En het is niet altijd even mooi weer geweest. Dus veel lezers die gingen achter hun computer zitten om hun computerproblemen op te lossen. En kwamen zodoende op mijn website terecht. Het was dan sommige dagen ook wat drukker dan normaal. En daar kwamen ook de nodige lezersvragen uit voort. Vandaar dat deze nieuwsbrief voornamelijk is gevuld met vragen van lezers. Maar desondanks heb ik ook nog een paar interessante onderwerpen die ik eraan toegevoegd heb. Waar ik deze zomervakantie zelf tegenaan ben gelopen. Wel, het eerste onderwerp gaat over de zoektool Everything. Of eigenlijk de zoektool File Locator Lite. Want het slaat terug op de vorige nieuwsbrief. En in die nieuwsbrief had ik de tool Everything genoemd. Om als handige zoektool voor bestanden als alternatief voor de zoekfunctie van de Windows Verkenner. Wel, deze tool is in staat om bestanden te doorzoeken, maar beperkt zich tot de lokale schijven. En heb je een netwerkschijf aangesloten, ook wel een NAS genoemd, dan is deze tool niet in staat om deze ook te doorzoeken. En zo'n schijf is al snel 1, 2, 3 terabyte groot. En als die helemaal vol zit, dan is het toch wel erg handig als je ook zo'n schijf snel kan doorzoeken op bestanden. Een tweede bezwaar waar lezers mee kwamen is dat deze tool niet in staat is om bestanden zelf te doorzoeken. En vandaar dat er ook nogal de nodige alternatieven werden aangeboden door lezers, waarvan File Locator Lite eigenlijk het beste presteert. Met deze tool is het mogelijk om bestanden te doorzoeken op inhoud, zodat je niet alleen beperkt bent tot de bestandsnaam. En breidt de mogelijkheden aanzienlijk uit. En nu is deze tool ook nog in staat om netwerkschijven te doorzoeken. Dus deze tool lost meteen in één keer de problemen op waar je tegenaan loopt als je met de zoektool Everything aan de slag gaat. File Locator werkt eenvoudig. Geef bij filename de bestandsnaam op en wil je de bestanden op inhoud doorzoeken, geef de zoekterm dan op bij containing text. Pas eventueel de minimale bestandsgrootte aan om het zoekproces aanzienlijk te versnellen. En eventueel kan ook nog een begin- en einddatum worden opgegeven, maar dat sla ik hier even over. Vervolg met de knop Start om het zoekproces te starten. In dit geval is in 7 seconden ruim 1 terabyte doorzocht, met als zoekresultaat de bestanden die minimaal 1 MB groot zijn en de term schone PC in de bestandsnaam hebben. En mocht daar behoefte aan zijn, dan kunnen de zoekresultaten via File, Export Results naar het klembord of een tekstbestand geëxporteerd worden. Dan het volgende onderwerp. Het gaat over bestanden delen in een netwerk. Het blijkt dat sinds de Creators Update er nog wel eens een probleem ontstaat bij het delen van bestanden. En dat de andere computer bijvoorbeeld niet zichtbaar is in het netwerk. Of wat ook nog eens het geval wil zijn, dat je toegang probeert te krijgen, maar dat de inloggegevens niet meer blijken te kloppen. Wel, deze problemen blijken opgelost te worden als sneeuw voor de zon met twee verschillende oplossingen, heb ik gemerkt. De eerste oplossing die je zou kunnen toepassen is het installeren van de nieuwste drivers van de netwerkadapter. En aangezien de netwerkadapter meestal op het moederbord is geïntegreerd, komt het erop neer dat je de nieuwste drivers van het moederbord installeert. En deze worden niet altijd tijdig door Windows Update geleverd. Dus als daar dit probleem zich voordoet, dan zou je even bij de website van de fabrikant van het moederbord kunnen kijken of voor het betreffende type moederbord nieuwe drivers beschikbaar zijn, zodat je deze direct kan installeren. Met de tool als CPU ID kan je achterhalen welk merk en type moederbord erin zit. En betreft het een merkcomputer, bijvoorbeeld HP of Dell, dan ben je eigenlijk van hun afhankelijk. En dan zou het best kunnen zijn dat er geen drivers, niet recentere drivers beschikbaar zijn. Dus wat dat betreft is het even geluk hebben. Een andere oplossing die eigenlijk veel vaker tot resultaat leidt, is via het configuratiescherm onderdeel netwerkcentrum controleren of de naam van het actieve netwerk op alle computers wel gelijk is. Zo niet, dan is het verstandig om deze naam op de afwijkende computer aan te passen. Start hiervoor de registereditor. Dit gaat het makkelijkst met de toetscombinatie WinR, gevolgd door het commando regedit.
Navigeer vervolgens naar de registersleutel HKLM, Software, Microsoft, Windows NT, Current Version, Network List, Profiles en tot slot de registersleutel met de lange GUID-code. Zijn er meerdere? Kies dan de sleutel waarvan de registerwaarde Profile Name overeenkomt met de foutieve benaming. Deze moet namelijk worden aangepast zoals hier wordt weergegeven. Wordt hierna wederom het netwerkcentrum geopend, dan zal je zien dat de naam van het actieve netwerk is aangepast en start hierna alle computers opnieuw op om te controleren of het probleem daadwerkelijk is opgelost. Voor zover het niet kunnen delen van bestanden in een netwerk na het installeren van de Creators Update. En ik ga snel door naar het volgende onderwerp en dat gaat over Outlook. Outlook is onderdeel van het Office pakket en ja, sinds Office 365 beschikbaar is, waarbij Word, Excel, PowerPoint en dus ook Outlook voor €99 per jaar geïnstalleerd kan worden op 5 computers maar liefst, kan ja, relatief goedkoop gebruik worden gemaakt van dit professionele e-mailpakket. En er zijn ook steeds meer particulieren die overstappen op Outlook, zeker nadat Windows Live Mail niet meer wordt ondersteund en ja, daar dus op overstappen. Wel, voor de mensen die al langer gebruik maken van Outlook, die weten ja, dat de autocomplete list bijzonder handig is. En, ja, wat is die autocomplete list nou? Het komt erop neer dat als je een e-mail gaat samenstellen en in het aanveld de eerste letter van een e-mailadres intikt, bijvoorbeeld Menno, begin je met de ME, en dan daaronder komen al direct de verschillende e-mailadressen te staan die ja, daaraan zouden kunnen voldoen, zodat je ze snel kan selecteren. En ja, op het moment dat je overstapt op een nieuwe computer of je wil Windows opnieuw installeren en je zou deze autocomplete list graag willen meenemen, dan ontstaat er een probleem, want deze gegevens zijn niet opgeslagen in het standaard archiefbestand, het PST-bestand, wat de diehards wat dat betreft goed bekend mee zijn. Deze lijst is opgeslagen in de hier getoonde map en wel in het datbestand Stream Autocomplete, gevolgd door een reeks willekeurige hexadecimale cijfers. Kan je de map AppData niet vinden? Activeer dan eerst in de Windows Scanner op tabblad beeld de optie verborgen items, zodat deze bestanden zichtbaar worden. Maak een willekeurige kopie van het datbestand en wijzig de naam, zodat deze exact overeenkomt met het nog lege datbestand van de nieuwe installatie. Door tot slot het lege datbestand te overschrijven, is de autocomplete lijst overgezet. Dan komen we bij de lezersvragen. En dit is eigenlijk het meest interessante onderdeel van deze nieuwsbrief, vind ik zelf. Ik heb 7 lezersvragen deze keer. Het was druk geweest van de vakantie. En ik wil ze niet onthouden, omdat ze toch wel leerzaam zijn, dat je er wel wat van kan leren. De eerste vraag is van Ronald. En die kreeg het probleem dat als hij op een fotobestand dubbelklikte, hij de foutmelding kreeg dat de klasse niet is geregistreerd en hij daardoor de foto's niet kon bekijken. Dit is gelukkig eenvoudig op te lossen door het standaard programma aan te passen. En dit doe je door met rechts te klikken op de foto, het fotobestand, het JPEG-bestand. En kies in dat geval openen met. Vervolgens de optie kies een andere app. En activeer de optie altijd deze app gebruiken voor het openen van JPG-bestanden. En vervolgens kan je kiezen uit de lijst van programma's die daar staat vermeld. En als deze lijst niet volledig is en je op zoek bent naar een andere app, activeer dan de optie of de link meer apps. En dan moet er toch wel een fotoprogramma bij zitten waar je smaak naar uitgaat. Heb je overigens een foto-app gekoppeld aan fotobestanden en deze is niet naar wens, dan kan je op dezelfde wijze een andere app kiezen. Dus je zit daar niet aan vast. Je kan altijd dus een aanpassing maken zodat je je eigen favoriete app kan gebruiken voor het weergeven van foto's. Dan de volgende vraag en die gaat over het weergeven van de foto's in de Windows Verkenner. Als je in de Windows Verkenner foto's gaat bekijken, en er zijn er nogal veel, en je gaat naar beneden scrollen, dan kan je natuurlijk al die foto's snel inzien.
Nu is er een probleem bij deze lezersvraag. En dat is dat het scherm elke keer weer terugscrollt naar het begin. Zodat hij weer opnieuw moet gaan beginnen met scrollen naar beneden om de foto's te zien. En ja, als dat regelmatig gebeurt, dan is dat behoorlijk irritant. En daar wil je het liefst zo snel mogelijk weer vanaf. En na enig zoeken kwamen we erachter dat het te maken heeft met de bureaublad. Het automatisch wisselen van foto's op de bureaublad. En ja, als je deze in een hele hoge frequentie, bijvoorbeeld elke minuut, laat veranderen, dan kan het zijn dat het scrollen daardoor wordt beïnvloed. En wat blijkt, het probleem bleek als sneeuw voor de zon te verdwijnen door via het venster instellingen, onderdeel persoonlijke instellingen, subkleuren, de optie automatisch een accentkleur uit mijn achtergrond selecteren door die uit te schakelen. En daarmee was het probleem automatisch verdwenen. Op zich is het geen probleem dus dat deze optie aanstaat, maar het kan dus dit effect opleveren. Het volgende onderwerp, de volgende leesvraag gaat over draadloze netwerken. En deze persoon die had te maken met een thuis draadloos netwerk, wat niet meer werd getoond in het lijstje met beschikbare netwerken. En kon er daardoor ook geen verbinding meer mee maken. Wel, dit is geen eenvoudig op te lossen probleem zonder daar een extra tool voor te gebruiken. En in dit geval door Wi-Fi Profile Manager in te zetten, worden alle draadloze netwerken weergegeven waar voorheen verbindingen mee is gemaakt. Hier kan met de knop met de optie Move Up en Move Down uit het contextmenu worden aangegeven dat de volgorde van voorkeur aangepast moet worden, zodat het meest gebruikte draadloze netwerk bovenaan wordt gezet en daarmee als eerste contact wordt gemaakt. In het contextmenu staat ook de optie Remove en hiermee kan het draadloze netwerk worden verwijderd welke er niet meer in Windows wordt getoond. En na het verwijderen van draadloos netwerk in Wi-Fi Profile Manager blijkt deze weer netjes in Windows te worden weergegeven, zodat er op dat moment nog wel verbinding kan worden gemaakt. Dan de vraag van Roy, die een probleem met het opstarten heeft. Wat blijkt als hij opdracht geeft om de computer opnieuw op te starten, dan blijft deze hangen in de opstartschermen van het BIOS of UEFI. En hij komt daarmee niet veel verder. En door de computer uit te zetten en weer aan, is het gelukkig nog wel mogelijk om Windows op te starten. Dus wat dat betreft kan hij wel verder werken, maar het is natuurlijk behoorlijk irritant. En wat blijkt, ik heb deze vraag in meerdere vormen al vaker gekregen, met name de afgelopen tijd. En het is gerelateerd naar, ik vermoed, aan de installatie van de Creators Update, waarbij wat is veranderd aan de energiebeheer, is mijn vermoeden. En dit is op te lossen door de meest recente drivers van het moederbord te installeren, zoals ik al eerder heb aangegeven met de tool CPU ID kan het moederbord en type worden achterhaald. En mocht dit het probleem niet oplossen of loop je daarop vast, dan is de andere optie om het versneld opstarten van Windows uit te schakelen. En dit verloopt via het venster instellingen, onderdeel systeem, sub-energiebeheer en slaapstand en dan de link extra energieinstellingen. En dit venster is ook te openen via het configuratiescherm onderdeel energiebeheer, mocht je dat makkelijker vinden. Vervolg met de taak het gedrag van de aan-uitknop bepalen en activeer de link instellingen wijzigen die momenteel niet beschikbaar zijn. En deactiveer tot slot de optie snel opstarten inschakelen, ook al wordt dat volgens de optie niet aanbevolen. Snel door naar de volgende vraag over de irritant aanwezige overlay-icoontjes die, zoals je kan zien, mappen, afbeeldingen en zelfs snelkoppelingen, zoals hier van de browser Google Chrome, weten ontsieren. Heb je daar last van? Dan zijn ze eenvoudig te verwijderen door de overlay cache te legen. Dit gaat eenvoudig door vanuit de Windows Verkenner te navigeren naar de map C, gebruikers, je inlognaam, app data en tot slot local. En deze map is standaard verborgen. Activeer daarom eerst op tabblad beeld de optie verborgen items. Verwijder tot slot het databasebestand icon cache. Deze staat waarschijnlijk helemaal onderaan. En herstart Windows, waarna de overlay icoontjes als sneeuw voor de zon zijn verdwenen.
Lezersvraag 6 gaat over de naam van een partitie of aangesloten station, welke met geen mogelijkheid is te veranderen. Sterker nog, bij zowel de eigenschappen van de partitie als in schijfbeheer wordt een andere naam vermeld dan dat in de Windows-verkenner wordt gehanteerd. In de meeste gevallen wordt dit veroorzaakt door het in de root van de partitie opgeslagen bestand autorun.inf. Door dit bestand te verwijderen is de schijfnaam weer op gebruikelijke wijze aan te passen. En vaak is er ook nog een ICO-bestand om het pictogram van de schijf aan te passen. En ook deze kan worden verwijderd. Let op, het betreft vaak een verborgen bestand. Zorg er ook hier dus voor dat via Tabblad Beeld de optie verborgen items is geactiveerd. In veruit de meeste gevallen is het probleem hiermee opgelost. En is dat niet het geval, dan helpt wellicht een in-register ingreep, welke ik voor de volledigheid in de nieuwsbrief heb opgenomen. Wil je juist zelf het icoontje en de naam van de schijf aanpassen, dan kan dat ook. Met Google afbeeldingen is namelijk met een zoekopdracht, bijvoorbeeld naar ICO file download, snel een geschikt pictogram gevonden en plaats het ICO-bestand in de root van de betreffende partitie. Maak met de teksteditor kladblok op diezelfde locatie het bestand autorun.inf aan en voeg de inhoud toe zoals hier wordt weergegeven. Wijzig waar nodig de naam van het ICO-bestand en het label, zodat deze overeenkomt met de situatie zoals je die wil hebben. Vergeet niet de bestandsextensie .text te wijzigen in .inf. Activeer hiervoor eerst op Tabblad Beeld de optie bestandsextensies. Tevens is het verstandig om beide bestanden standaard te laten verbergen, zodat ze niet snel verwijderd kunnen worden. Selecteer hiervoor beide bestanden, klik er met rechts op en activeer de optie verborgen. Koppel tot slot de schijf even los of herstart Windows om het resultaat te aanschouwen. De laatste vraag is van Bert en die gaat over het vastlopen van de Windows Verkenner zodra met de rechtermuisknop op een bestand of map wordt geklikt om daarmee het contextmenu te openen. En ik krijg deze vraag wel vaker, omdat het is gerelateerd aan het installeren van een grote update, bijvoorbeeld een gratis update van Windows 7 of 8 naar Windows 10, of de installatie van de Creators Update. En wat blijkt, een invoegtoepassing blijkt dan niet compatible te zijn met deze nieuwe versie. En door de betreffende software te updaten wordt het probleem dan wel opgelost. Het is echter ook mogelijk om de betreffende invoegtoepassing uit te schakelen. En hiervoor kan je gebruik maken van een tool als Shell XView of Autoruns. Het vergt wel wat uitzoekwerk om de probleemveroorzakende invoegtoepassing te vinden. Te meer omdat Windows eerst opnieuw moet worden opgestart om te controleren of het uitschakelen van een invoegtoepassing effect heeft gehad. Met enige trial and error moet de veroorzaker echter snel zijn gevonden. Wel, dat was de laatste lezersvraag. En zit je nu zelf ook met een prangende computervraag en sta je misschien zelfs al op het punt om je computer het raam uit te gooien? Dan zou ik zeggen, wacht even en ga eerst aan de slag met mijn computerbijbel voor Windows 10. De afgelopen jaren heb ik namelijk gruwelijk veel computerproblemen voorbij zien komen en zoveel vragen beantwoord. En ik weet daarom redelijk goed wat er bij je leeft op computergebied. En als gevolg daarvan heb ik een naslagwerk kunnen maken van ruim 400 pagina's, waarbij je op vrijwel elke pagina wel iets interessants leert, waardoor je computerleven zomaar kan veranderen. Wel, van dit boek zijn ruim 75.000 exemplaren verkocht, misschien wel 80.000. Het is dus een heuse bestseller. En ga je ermee aan de slag, dan zal je merken dat je al snel computerwijzer en vaardiger wordt en dat je heel veel computerproblemen voortaan zelf weet op te lossen. En dat je niet meer voor elk wissewasje een duur betaalde computerhulp nodig hebt. En dat is eigenlijk alleen maar winst. Op bol.com wordt het boek overigens gewaardeerd met 5 sterren. En het wordt ook gekenmerkt als een toegankelijk boek met een heldere uitleg en praktische toepasbaarheid. Dus wat dat betreft kan je er geen buil aan vallen. En dat is ook de reden waarom ik er een 100 dagen retourgarantie aan heb gekoppeld. Dus
Mocht het boek niet bevallen, dan kan je hem altijd weer terugzenden en betaal ik je het bedrag weer terug. Gelukkig maken maar weinig mensen daar gebruik van, dus ik kan dat ook doen. Ben je geïnteresseerd of wil je me zomaar bedanken voor deze informatieve nieuwsbrief, waar ik toch wel ontzettend veel tijd in steek, dan kan ik het waarderen als je daadwerkelijk tot aanschaf overgaat. En dat kan via de website www.schonepc.nl en daar kan je direct doorklikken naar de bestelpagina van mijn boek en kijk daar ook nog even rond. En ga je ermee aan de slag, dan ben ik ook eigenlijk benieuwd wat je ervan vindt en laat het mij dan ook graag weten. Ik gebruik deze informatie weer om het boek nog beter te maken bij de volgende druk. Dus wat dat betreft, laat je niet weerhouden. En geef hem eventueel cadeau, want ik heb gemerkt van lezers dat dat ook ontzettend leuk is om te doen. Dat was het dan. Ik kijk al uit naar de volgende nieuwsbrief om deze weer samen te stellen. En ik heb er zin in. En ik zie u graag weer terug dan ook bij de volgende nieuwsbrief. En tot dan.